Hallo, dit is Gabi voor Fantastisch Oostenrijk. Zoals jullie wellicht al op mijn Instagram story hebben kunnen zien, heb ik een pakje ontvangen. En dit pakje lag op mij te wachten na een hele koude dag op de gletsjer. Het was vandaag min 16. En ik heb zo het gevoel dat dit wat er is aangekomen mij een beetje kan helpen met mijn koude voetenprobleem, wat ik toch wel regelmatig heb bij het skiën. Dus ik wil samen met jullie het pakketje openmaken om eens te kijken wat erin zit. Wat ik alvast heel erg leuk vind, is dat het pakketje dus zo is aangekomen. Met leuke stickers erop, sneeuwsterretjes. Dus eigenlijk al helemaal om in de sfeer te komen. En als je dan kijkt naar de afzender, Molly Socks. Dus dat geeft waarschijnlijk al een beetje weg wat er in het pakketje gaat zitten. Dus ik heb nog helemaal niet gekeken, dus ik ga nu proberen het met één hand open te maken. Oeh, ik voel al iets heel zachts. Wauw, die zijn gaaf. Even kijken, wat staat erop? These funny skiing socks are made of bamboo. It makes them very soft and keeps you warm in winter. Dus het speciale aan deze Molly sokken is dat ze dus uit een natuurlijk materiaal gemaakt zijn, uit bamboe. Wat het natuurlijk veel fijner maakt als je weet dat je een product draagt wat ook voor de natuur en het milieu iets goeds doet. Even witten. Kijken wat er nog meer in zit. Ik heb nog een heleboel leuke kaartjes. Hele vrolijke met gekleurde bolletjes. En als laatste, altijd goed met geel, want dat past natuurlijk bij mijn uniform. En natuurlijk een beetje als bij een ski-instructor zijn met cocktailglazen. Dus vier paar Molly socks, bamboe sokken, warm in de winter extra zeggen ze. Nou, ik ga natuurlijk de komende tijd uitproberen en voor broodnodige stickers op de helm of ergens anders. Daar kunnen we dan ook weer mee uit de voeten. Nou, ik heb één paartje opengemaakt om dus even te kijken. Want wat vind ik altijd belangrijk aan sokken is ze moeten warm zijn, maar ook niet belachelijk dik. Want als ze heel dik zijn, dan is er toch meer kans dat het gaat wrijven in je skischoen. En daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat ze bijna of geen naden hebben. En nou is het ideaal aan deze. Deze zijn geheel seamless. Dus naadvrij. Dat betekent geen risico op drukpuntjes. Een heel klein beetje hier, maar dit is meer een overgang. Dat is normaal bij deze sokken. En ze voelen ook heel zacht aan. Wat ook fijn is, is dat je voelt dat de hiel bijvoorbeeld in het teenstuk wat dikker gepolsterd is. Want daar wil je gewoon ook wat extra bescherming tegen wrijving. En dat er verschil zit in de rekbaarheid van deze verschillende fases eigenlijk onderaan de sok. Want in je skischoen beweegt je voet eigenlijk een heleboel. En als je dan een hele stugge, niet meeverende skisok hebt, kan dat eigenlijk ook weer voor verschillende, drukplekjes gaan zorgen. Dus technisch lijken ze heel goed in elkaar te zitten. Ik ben helemaal blij met deze designtjes. Want als er iets is waar ik een hekel heb, dan zijn het saaie sokken. Dus ja, dat moet helemaal goed komen. En als je dan kijkt wat er ook op het etiket staat. Even scherp zetten. Anatomisch gevormd, linker en rechterhiel. Dus dat is ook wel heel erg belangrijk, dat er een verschil zit tussen links en rechts. Want je voeten zijn natuurlijk niet gelijk. Een naadvrije teenomsluiting, dus geen naadjes. Enkelkussen, hè, dus dikkere stukjes rond je enkels en je hielen. Speciale arch support, dus ondersteuning van de arch van je, de boog van je voet. Ja, dat zijn die verschillende stukjes waar we het net over hadden. En highly elasticated upper edge, dus dat de bovenkant van de sok, dat die goed elastisch is, waardoor die dus niet gaat afzakken hopelijk. Combinatie van 55% bamboe en ook nog 21% wol. Ja, de wol zorgt natuurlijk ook voor dat de sokken hopelijk heel erg lekker warm blijven. Een kleine onderbreking van deze vlog. Als je deze vlog nou leuk vindt en je hebt sommige andere ook al bekeken die ik online heb gezet, druk dan op de like button en volg mijn YouTube channel zodat je altijd up-to-date blijft van de nieuwe vlogs die ik voor jullie post. Alvast bedankt! Nou, ik heb nu de rechter sok even aangetrokken. Ze voelen heel erg lekker. Lekker zacht en inderdaad lekker gepolsterd rond de tenen. Goed aangesloten onder de arch. Warm en comfortabel rond de enkels. Leuk design.
Lekker stretchy hierboven, dus dat zal ook goed hoog komen. Het vervelende is natuurlijk van die skisokken die ergens hieronder ophouden. Waar je dus eigenlijk telkens als je skischoen aantrekt, de rand van de sok ook daar hebt waar de skischoen zit. Dat kan hele vervelende drukplekken veroorzaken. Dat is ook een van de redenen waarom je eigenlijk nooit met normale wandelsokken of gewone sokken moet gaan skiën, want die zijn gewoon te kort. Daarnaast wil ik jullie nu ook direct nu even een tip meegeven, wat hopelijk bij heel veel mensen de blauwe plekken en wrijfplekken die men hiervoor op de schenen krijgt bij het skiën kan verhelpen. Wat je namelijk regelmatig nog ziet, is dat mensen hun onderlaag, hun base layer, tot onderaan hun enkel laten lopen en dan de skisokken er helemaal overheen trekken. Dit is dus een absolute no-go. De enige laag die op je been in je skischoen hoort, zijn je skisokken en niks anders. Hoe lossen we dat op? Dat zal je laten zien. En zo doen alle skileraren het. Je base layer hooi je dus op. Sla je twee keer om. En zet je vast met je skisok. Zo voorkom je dat je twee lagen in je skischoen hebt die over elkaar gaan wrijven. En waar je dus die blauwe plekken van krijgt. Het voelt misschien in het begin een beetje komisch. Maar hier wen je echt aan en heb je helemaal geen last van. En het is natuurlijk veel prettiger skiën als je weet dat je hier gewoon geen pijn gaat krijgen van laagjes die op elkaar aan het wrijven zijn. Nou, ik ga deze sokken natuurlijk de komende dagen uitproberen in de vrieskou. Want het is nu bij ons echt koud op Kitchesteinhorn. Zoals gezegd, het was min 16 vandaag en ik had behoorlijk koude voeten. Dus ik hoop heel echt dat dit mij ook een beetje helpt met mijn koude voetenprobleem. Maar in ieder geval zitten ze al super comfortabel en ben ik helemaal weg van de designs. Dus echt een toppertje. Bij deze Molly Socks, hartstikke bedankt voor het leuke pakketje. En de super gave skisokken. Ik ben er heel blij mee. En ik ga ze nu voor jullie testen de komende dagen. En jullie laten weten hoe ze bevallen. Super bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!